Zo, ik koop voor alles bij de Kaufland, even op de zaterdagavond. Twee matrassen voor mijn huisje beneden, wat kastjes in de aanbieding, wat heb ik nog meer? Nou, dat is het wel zo'n beetje, wat kastjes inderdaad, van de muur, de vloer en dus twee matrassen. Nou, de inrichting van één huisje. Ja, dit doet de webmeester, mijnt het ook nog regelmatig, sololearn.com. Kun je lekker coderen. Mijn leerlingen roep ik ook altijd op om te gaan coderen. Maar ik sta ondertussen op plek 32 van Nederland, Netherlands All Time. Nou, dat is een hele prestatie. Oké. Ik doe het rustig aan met mijn vlog, omdat ik weer met het dak bezig ben. En dat hebben we ondertussen wel eens gezien. Ik ga alleen nieuwe dingen opnemen. Oké, dit is een experiment. Ik heb dus die betonverf, die veeg ik op die platen. Nou, wat ik eerst heb gedaan, ik heb die platen schoongeveegd terwijl ze op de grond liggen. Die liggen nu buiten op het veld om geverfd te worden. Maar het is zo warm. Dus ik denk, als ik nou eens dat met deze spray ga doen, dat is die spuit waarmee ik dat gif op die paadjes spuit. Gewoon waterbasis. Dus ik ga die verf die op waterbasis is, die ga ik een beetje verdunnen. Zet ik in die sprayer. En dan kijk ik of ik daar die platen mee kan sprayen. De bouwplaats. Heel warm vandaag. Ik denk nu 32. De zon is heel fel. Heel veel beesten ook omheen. Ik heb me weer ingesmeerd. Oké, daar komt mijn experiment. Hier zijn die platen. Die heb ik dus schoon geboend. Een beetje. Eerst heb ik dit een beetje op druk gepompt, zo, hè, dat ding. En ik ben benieuwd. Ik heb nog niks geprobeerd. Ik pak deze even in mijn rechterhand. En dan spuit ik eerst eventjes hier op het beton. Komt Mickey aan. Hé, beest. Hé. Ja, ik ga eventjes met een experiment bezig, beest. Kijk. Spuiten. Komt water uit. En dan komt iets van verf uit. Nou, dat ziet er niet heel erg goed uit, moet ik zeggen. Nou, gaan we dan. 1, 2. Nee, niet heel erg goed. Dat komt omdat er weinig druk op zit. En dat komt denk ik weer. Doordat misschien moet het wat natter. Nou, even kijken. Nou, het helpt sowieso, want door het sprinkelen eigenlijk, het is wel makkelijker dan die verf op te brengen. Dan kan ik met de kwast het uitsmeren. Dan heb ik wat meer druk op de ketel gebracht. Ik heb het nog niet verdund. Even kijken wat er dan gebeurt. Nou, hetzelfde verhaal. Het sprinkelt alleen maar. Nou, kijk, dan kan ik het dus zo een beetje erop sprinkelen. En dan verspreid ik het dus naar wat het nodig is zo'n beetje. Zo. En dan kan ik het met de kwast zo wel een beetje verder aanbrengen. Dat is misschien niet zo'n gek idee. Dat het wat dunner is, verf het wel makkelijker. Of niet met die kwast in die pot. En wat natuurlijk het voordeel is met de vorige keer, dat ik nu niet het dak op hoef. Dat was toen ook wel heel vermoeiend. Maar nou, dit moet toch wel even gaan. Oké, nog een experiment. Deze is nu zo'n beetje klaar. Ik heb iets wat verdund en iets weer op druk gedaan. Dus het eerste zal ik het onverdunde krijgen natuurlijk. Ja, dus dat is niet veel, dat verschilt niet veel. Helemaal niet zelfs. Te warm echt om bezig aan. Dus helemaal te zweten alleen maar, heeft geen zin. Dus ik ga het plan omdraaien. Ik ga nu eerst richting Karlewas. Ik moet nog twee klapbedden kopen voor in die huisjes. Op 3 voor elk huisje 1. En dan komen we bij het onderwerp financiën voor die huisjes. We hebben dus een sponsorproject. sub.to/kampeerhuisjes-Kroatië. Link hieronder. Leuk als jij meedoet. We hebben 5 donateurs en totaal €370. Hartstikke mooi. Super. Maar helaas niet genoeg. We zitten nu al tegen de €700 aan investering. Dat ik gedaan heb tot nu toe. En er zijn nog wel echt wat dingen nodig. Goed, ik ga toch naar Karlewas. Dan hoop ik als ik de kwartijd terug ben en dan het dak kan afmaken van huisje 1. En dat wordt huisje geel. Haha, een beetje voor mijn informatica leerlingen, maar ook voor iedereen die dit kijkt. Ik heb net de GGD gebeld over het quarantaineverhaal.
als we terugkomen uit Kroatië en zo. Nou, dat is geen verplichting quarantaine. Niemand kan ons verplichten. Wat streng aangeraden. Dus de scholen werken mee voor de kinderen. Kinderen onder 12 jaar hoeven niet in quarantaine. Ik kan ervoor kiezen, als ik de school dat zou willen, dat ik mijn lessen online ga geven. Dat moet ik graag met de school even overleggen. Of ik dat wil of zij dat willen. Ja, ik zit hier natuurlijk zo in the middle of nowhere. Dat ik zit hier gewoon in quarantaine. Wat dat eigenlijk. Ja, ik zit hier gewoon in quarantaine. Mijn gezin is er niet eens. Maar waarom meld ik me nog even hier? Ik heb net de coronamelder app geïnstalleerd. Ik ben niet zo'n voorstander van al die apps. En toch installeer ik dat wel. Ik zeg ook niet dat je die niet moet installeren. Kijk, zo'n app bestaat. Dus uiteindelijk zijn het wel dingen waar je mee moet leren leven. Je kunt het niet negeren alsof het niet bestaat. Of zo, ik ben er tegen of zo. En dus gebruik ik het niet. Ik denk dat het verstandiger is, als je er tegen zou zijn vanwege privacy of wat dan ook, dat je hem juist wel gebruikt. Klinkt wat dubbel misschien, maar dan kun je dus ook kijken en ervaren. Dus ik heb hem geïnstalleerd. Nou, vond ik dat wel grappig, het idee erachter van. Volgens mij lijkt het, op dit moment lijkt het me heel makkelijk te misbruiken voor hele flauwe dingen. Nou, even hard op nadenken. Ik moet Bluetooth, wat is geregistreerd of ik in de buurt ben van iemand of zo. En dan kan ik via de app aangeven als ik geïnfecteerd zou zijn. Zodat iedereen die in de buurt is geweest van mij, dan een melding krijgt. En die moeten dan dus dan eigenlijk, of we krijgen datzelfde advies, om dan in quarantaine te gaan. Het lijkt me eigenlijk wel een mop, dat ik dus dit ding, die app staat altijd aan. Dus ook als je hem uitzet, staat die aan. Of je moet van je telefoon afhalen. En dan ga ik dus nu straks in Nederland, dan ga ik gewoon bij mensen langs die ik niet zie zitten of zo. Ja, en dan zorg ik dat ik daar 15 minuten bij in de buurt ben of zo. En dan vervolgens meld ik in die app dat ik corona heb. Dan moeten al die mensen moeten in quarantaine. Oh, heb ik nu een fout idee gegeven of zo? Nou, ik hoop niet dat dit werkt hoor, wat ik nu zeg. Maar er is helaas een kans dat dit zo werkt. Klimaatverandering. Overal airco's te koop. Kroatië zijn die trouwens, dus lijkt me een stuk goedkoper dan in Nederland. Zo, 3 bedden gekocht. Dus voor elk huisje krijgt een opklapbed. Kun je logé meenemen op vakantie. Hè, in ons Roompont vakantiepark. Super. Stop maar. Goedemorgen. Gisteren heeft het geonweerd. Geregend. Ik heb nog net wat die daklatten op weten timmeren en glaswol ligt dus ook weer, heeft toch gewoon in de regen gelegen. Het moppert nog steeds wat in de lucht. De temperatuur is vrij laag voor hier. En ik wil vandaag naar de zee. En oké, ik wil eerst het dak erop. Dus omdat het niet zo warm is, ik denk dat dat als een tierenlier gaat. Dus ik moet dat nu wel even gewoon af zien te krijgen. Kijk, ik heb gisteravond een kastje gemaakt hier. Nou, heb ik al gekocht en in elkaar gezet. €15, zo'n kastje. Komt in het huisje te hangen. Huisje 1, huisje geel. Oké, naar de zee. Want ik ben eigenlijk in de mood gekomen om met het voorbereiden van mijn lessen. Ik heb allerlei ideeën. Ben ik het uitwerken in Code Panta. Voor mijn V4, V5, V6 en HAVO5 leerlingen. Verder het nieuws vandaag. Een briljante ingeving dat misschien kinderen toch afstand moeten houden op binnenschool. Ik denk waarom makkelijk doen als het moeilijk kan. Hè? Heb ik ook op mijn Twitter gezet. Ik denk jongens, je weet dat de infectie, als het plaatsvindt, dat het dan van 15 jaar en ouder. Daaronder vrijwel niet. Dus kinderen basisschool wat nooit een probleem over gemaakt. Dus dan, de onderbouw lijkt me dan ook niet. En de bovenbouw, waarom laat je die bovenbouw dan niet gewoon op 1,5 meter of zo, weet ik veel, maatregelen daarvoor, die groep alleen. Shiggles zijn het, zijn echt een stel shiggles gewoon. Nou, moeten we het mee doen. Ik ga aan het werk. Dus zodat ik dus naar de zee kan. En die zee, wat heeft dat met die lessen te maken? Nou, dan ben ik weg uit deze, nou niet alleen, het is hartstikke leuk hier in Broeselwatsa, maar dat is ook te leuk, gewoon aan het knutselen. Ik zal hier altijd aan het timmeren gaan als ik hier ben. En om dat te concentreren op die lessen blijkt wel moeilijk. Dus ik ga dan 2-3 dagen aan de zee zitten. En gewoon aan de rand van de zee
lessen verder invullen. Super de puper, echt super man. Ja, er wil verder natuurlijk weer niemand mee en zo. Dat saaie bende je. Hey, tot snel. Het ziet er niet uit. Maar ik heb wel stroom in het kamp. En dat kan ik niet doen omdat er verder niemand is. Dus ik kan het nog wel ergens in de gaten houden. Kijk, en heb ik hier mijn compressor. Daar ga ik dus op aansluiten. En dan ga ik proberen met de nieuwe verspuit. Die ik gisteren gekocht heb. Die zet ik op de compressor. Of ik daar die platen mee kan spuiten. Lijkt me wel. Dat is erg minder vermoeiend dan dat gekwast. Die stroom komt nu uit het douchegebouw vandaan. Je daar tussen de bomen ziet. Dus ja, dat is natuurlijk een einddraad. Dus. En dat loopt dan via die palen door de grond naar die huisjes toe. Waarin dus de stroomvoorziening in die huisjes moet nog eigenlijk helemaal gemaakt worden. Eigenlijk. Kijk, daar is er ooit mee begonnen. Maar slecht materiaal, dat moet eigenlijk allemaal... doorgetrokken worden tot in die huisjes netjes ligt, dat je telefoon kan laden enzovoort. Oké, dan, daar gaan we dan. Nou, dit gekke ding is net gevuld via die stroom. Brrr. Nou, en dan hebben we hier dus dat pistool. Sorry, vinger zit ervoor. En dat pistool is gevuld met verf. En hier zie ik een knopje plus min. Nou. Ik heb er wat aan zitten draaien. Hier zit ook een knopje aan de zijkant. Whatever, ik ga eerst maar eens even spuiten. Nou, even kijken. Holy boli. Volgens mij gaat het wel goed dit. Oh, dit is perfect joh. Holy boli. Kijk, dan kun je zelfs je auto mee lakeren. Maar dit is helemaal goed. Super. Ook nog heel erg veel minder vermoeiend dit. Het resultaat is gewoon echt veel beter. Echt een super aankoop van 15 euro zo'n verfspuit. Nou, en door. Zo, de isolatie zit erop aan deze kant. De platen zijn geverfd, de latten zijn, zitten erop bevestigd. Dus nu kunnen die platen erop en natuurlijk die latten ingekort. Maar ja, ondertussen kan ik natuurlijk die latten, heb ik ook nog wel idee om daar iets mee te doen. Ik ga hem zeker inkorten. Ik ga even kijken hoe die platen vallen. Misschien toch een soort tent erover maken. Zodat er toch schaduw in ieder geval op die muur valt. Misschien bepaalde tijden van de dag je daar kan zitten. Oké, okay, maar wat ik verder nog als idee heb. Kijk, die isolatie is om te isoleren. Dat betekent als het koud wordt, dat het binnen warm is. En als het buiten warm is, dat het binnen kouder is. Dus vooral het laatste is belangrijk hier met die hitte. En omdat het vooral in de zomer tot nu toe de huisjes gebruikt worden. Dus kijk, dit wil ik in de gaten houden. Dus ik denk, dit is wel een leuk Arduino project. Nou, de oplettende kijker die weet natuurlijk nog steeds wat een Arduino is. Het is een printplaatje waar je dus met in- en outputs kun je sensoren aan verbinden. En die kunnen dus data genereren. En dan kun je bijvoorbeeld een temperatuursensor aan verbinden. Of een luchtvochtigheidssensor. En dat lijkt me eigenlijk wel een idee. Dus, want dan, wat is het voordeel van een normale thermometer? Een normale thermometer kun je elk moment van de dag kijken, terwijl je daar aanwezig bent, wat voor temperatuur er is. Maar met een digitale, die registreert dus elk moment van de dag, of wanneer je wil. Die kan dat wegschrijven, die gegevens, zodat hij die later kan gebruiken. En dat kan dus met een gewone thermometer niet. Dus of je dat moet je dat eerst handmatig opschrijven, dus handmatig digitaliseren, zeg maar. Dan kan Arduino dus ook automatisch laten doen, dus een stukje automatisering van het wegschrijven van data van temperatuur gedurende de dag. Dus en dan kun je dan weer vergelijken met de temperatuur buiten. Dan zou je eigenlijk binnen en buiten een Arduino moeten neerzetten en dat dan tegen elkaar twee grafiekjes laten genereren die dat dan vergelijken met elkaar. En dan kun je zien hoeveel jouw isolatie helpt. Leuk project. Ja, het dak zit erop. Van alle kanten.
Ja, nou ja, het is een beetje afgewerkt natuurlijk, maar het lekt niet. Het is echt uitgesloten. Nou, stevig dak, redelijk stevig, hè, vergeleken met wat we hadden. Kijk, die zonneboiler die laat ik erop zitten. Dat is gewoon een oude boiler, uit elkaar gehaald elektrische boiler. Met een in- en uitgang wat betreft water en zwart geverfd en die produceert dan warm water. Dat is zeker, kan echt heet water worden aan het eind van de dag. Dat hieronder hebben een douche gehad. Een buitendouche, misschien installeren die weer. Maar nu eerst even pauze. Helemaal klaar om naar de zee te gaan. En dan blijkt Mickey ineens in de auto gekropen te zijn. Met de ketting en al. Nou Mickey, wil je mee naar de zee? Hey, dat is niet de bedoeling. Nee, jij gaat niet mee. Jij gaat zo even lekker uit de auto. Kom maar. Kom maar uit. Kom. Mickey. Hier. Kom. Nee, kijk niet eens meer aan. Kom, puber. Eruit. Door gasten. Ja, dat is nu een beetje begroeid, maar daarachter is een zwemplek. Nou, net op tijd mijn dak erop. Het is dus gaan regenen. Ja, dat betekent ook wel dat ik echt wel naar de zee kan. Al regent het daar. Ik ga dus echt naar de zee nu om daar tijd te hebben mijn lessen voor te bereiden voor dit komende jaar. Deze plek lijkt me wel wat. Er is even niemand aan de receptie, maar ik kan hier mijn tent kwijt. Nou, lekker. Jammer dat ik alleen ben. Opnieuw niemand mee. Die mee wilde, let it be. Nou, die tent die stond snel. Maar ik heb hem dus niet aan de zee gezet. Maar hier tussen deze boompjes in. En wel in de buurt van de zee. Maar wat ik vooral lachen vind is hoe ik het heb ingericht. Kijk, ik heb gewoon het velbed meegenomen. Wat ik dus net gekocht had voor in de huisjes in Kamp Manuel. Rompot Kamp Manuel. Kijk, dus ik slaap gewoon op zo'n bed. En dat is een heel licht gewicht. Dus eigenlijk, jij kunnen er zeker twee staan. Dat is eigenlijk wel een perfecte oplossing om niks te pompen. En lig je ook nog lekker van de vloer af. Geen kou in rug. Super.